Jeroen, welkom. Dankjewel dat je tijd vrij hebt kunnen maken om alvast vooruit te kijken op de derby tegen Columbia aanstaande zondag. Eerst wil ik even terugblikken op de wedstrijd tegen TVC. Wat kwamen wij daar tekort en welke gevolgen heeft dit op de rest van de competitie? Nou, wat we tekort kwamen? Ik denk eigenlijk niet. Want we speelden op zich wel goed. Alleen het was gewoon een ongelukkige wedstrijd. Met een te vroege rode kaart. Wat wel gevolgen had voor de wedstrijd. Ja, dan heeft het wel te maken natuurlijk met slimmigheid. Maar qua voetballend deden we niks onder voor TVC. En dat hadden we ook thuis laten zien. Alleen voor de rest voor de competitie. Ja, kijk, de jongens praten nog wel eens over kampioenschap. Ja, dat is denk ik niet meer realistisch. Nee, oké. Maar na competitie, zit dat er wellicht in? Nou, we hebben afgelopen zondag gewonnen. Nou, 30 punten was ons doel. Nou, het doel hebben we nu al bereikt. Nou, met 30 punten blijf je erin. Dus ja, nu moet je een vervolgdoel hebben. En we gaan nu eens kijken of wij de na-competitie kunnen gaan halen. Ja, oké. En de wedstrijd afgelopen zondag tegen Vaassen was toch wel een moeizame wedstrijd. Maar hoe ver kijk je daar verder tegenaan? Nou, op zich wel tevreden, want donderdag hadden we voorafgaand voor de wedstrijd een goed gesprek met de spelers. En er werd fantastisch getraind. Ja, en de wedstrijd, we speelden met een behoorlijk jonge ploeg. We hadden ook wat schorsingen, wat blessures. Ja, en als je dan mee kan gaan met het fysieke geweld dat Vaassen bracht, ja, op een slecht veld, dan is dat wel knap. Ja, natuurlijk kun je wel zeggen, is het voetballend wel goed genoeg? Maar dat is ook lastig. Als je tegen een Vaassen speelt die voor een punt gaat strijden tegen je, op een moeilijk veld, bespeelbaar veld, en om dan lekker te gaan voetballen. Nou, en wij probeerden het wel en we konden goed mee met het geweld van Vaassen. Tegen Columbia was ook best wel een moeizame, maar ook best wel grimmige wedstrijd. Hoe verwacht je de sfeer aankomende zondag? Nou, aankomende zondag, ik denk een beetje hetzelfde als bij Columbia uit. Veel publiek. Columbia moet het toch vaak hebben van hard werken. Het is een volwassen ploeg. Dan moet je toch proberen om aan het voetballen te komen. Dus het zal een beetje een gelijkopgaande wedstrijd gaan zijn dan bij Columbia uit. Oké, en de rivaliteit met Columbia, hoe groot is deze? Dat is heel moeilijk in te schatten. Het is natuurlijk jaren geleden dat WSV bij Columbia in de competitie zat. Nou, ik weet nog goed, toen ik B-junior was, moest een oude speler van ons, Colin Gabriel, was toen B-keeper, debuteren bij Columbia. Ja, en dat was natuurlijk iets geweldigs, veel publiek, veel vuurwerk. Er stond daar een Sjonke Baat in de spits. En dan, dat waren nogal grote jongens bij Columbia. En dan zie je Colin Gabriel, zie je toch even een bal in zijn gezicht duwen. Mm-hmm. Als 15 of 16 jarige. Ja, de rivaliteit toen was natuurlijk veel groter. Wij als jeugdteam gingen daar ook echt kijken. En ik denk dat dat nu wel wat minder is. In vergelijking tot die tijd. Maar WSV Columbia zijn altijd hele leuke wedstrijden, ook voor het publiek. Dus een bepaalde rivaliteit is er nog wel zeker, denk ik. Afgelopen zondag heeft Columbia thuis gelijk gespeeld tegen TVC. Wat kunnen wij hieruit herleiden? Nou, Columbia is wel aardig goed uit de winterstop gekomen. Ze begonnen wel met een nederlaag tegen AGOVV met 1-0. Maar ik hoorde wel dat ze goed weerstand hadden geboden. Ze staan vlak onder ons. En als je tegen de koploper 1-1 speelt, dan doe je het goed. Dus het is wel belangrijk zondag dat wij winnen. Dan kunnen we ook afstand nemen van Columbia. Ja. Maar ze hebben toch ook nog één wedstrijd minder gespeeld? Of jullie? Wij hebben één wedstrijd minder gespeeld. Ja. Dus als je zondag wint plus de inhaalwedstrijd, dan hebben we ook een gat geslagen met de middenmoot. Ja, precies. En waar ligt de kracht van Columbia? En waar moeten jullie waakzaam voor zijn? Ja, de kracht van Columbia is met name, het is een volwassen ploeg. Ja, en een volwassen ploeg
ja, die zijn vaak heel slim. De jongens die weten wel hoe ze moeten gaan staan, die weten ook hoe je een derby moet gaan bespelen. Ook de manier van praten, misschien tegen onze jongens. Ja, hoe gaan daar onze jonge spelers mee om? En dat is wel belangrijk. En dat zie je wel met Columbia, dat is ook een kracht. Ja, dat het gewoon een volwassen team is. Mm-hmm. Oké. En waar ligt onze kracht in deze wedstrijd straks? Nou, onze kracht is... ik denk dat we nu zeker zijn dat we erin blijven. Dus we kunnen lekker vrijuit gaan voetballen. En als wij vrijuit kunnen gaan voetballen... Ja, ik denk wel dat we meer kwaliteit hebben dan Columbia. Dus we moeten proberen gewoon om aan het voetballen te gaan komen tegen Columbia. Ja, oké. Okay. Tot slot, wat verwacht je aankomende zondag? Of hou je dat net als de vorige keer liever voor jezelf? Ik heb het één keer eerder gedaan en toen verloor ik. Ik heb de vorige keer tegen AGV het niet gedaan. Ja. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Nu ook niet doen? Nee. Oké, okay. Nee. Wellicht heel verstandig. Dan wil ik jullie bedanken voor dit interview. Is goed. Oké, stop! Graag gedaan. Kies een moment. Maar ben je zo aan speelbaar als je nu een paas slaat? En je maakt een goede loopactie. Jij staat zo. Wat had je nu kunnen doen? Uitzakken. Ga speelbaar eens aan, zak eens uit. En wat is dan het vervolgmoment? Voilà, wat doe jij? Ik weet, wat zou jij dan kunnen? Ja, kom maar, ga maar in de ruimte. Dus je moet naar keuzes. Wacht even met inspelen. Want dan gaat het erop. Oké, even terug de bal. Dus je kan in de ruimte. Stel dat Petto toch weer de lijn eruit haalt, naar de zijkant. Elwin, wat doe jij? Elwin? Ja, juist, dan kom je in ieder geval. En dan gaan we vanuit daar weer verder voetballen. Ja? Oké, okay. Bal terug naar Danny. Kom in de situatie. Met Danny weer uitje. Juist.